Ga op de Central Unit naar het menu. Druk het icoon van het installatiemenu in totdat deze naar het installatiemenu springt. Maak één lege ruimte aan om de Master 6-zone in te leren. Vanuit de fabriek zit er al standaard één lege ruimte in. Bij vloerverwarming hoef je geen ruimtes aan te maken omdat de Central Unit ziet Hoeveel kamerthermostaten zijn ingeleerd op de aansluitmodule 6-zone? De Central Unit zal hierdoor automatisch het aantal ruimtes aanmaken. Druk nu in het menu op RF-initialisatie. Ga naar Verwarming. In dit voorbeeld leren wij de aansluitmodule 6-zone in op ruimte 1. De aansluitmodule 6-zone moet worden ingeleerd op een lege ruimte. U ziet nu de melding Ruimte met thermostaat. Configureer eerst de thermostaat. In dit geval is de thermostaat al ingelezen op de aansluitmodule 6-zone en moet niet worden ingelezen op de Central Unit. Druk de melding weg. Zet nu de aansluitmodule 6-zone in RF-modus. De aansluitmodule 6 zones zet je in RF modus door de rechter pijltjestoets ingedrukt te houden totdat alle zones rood gaan knipperen. Druk nu op de central unit op de groene knop van RF initialisatie. Geef nu de ingeleerde aansluitmodule een naam. Bijvoorbeeld module BG bevestigd door op het groene vinkje te drukken. De ruimtes die automatisch aangemaakt zijn, corresponderen met de zones. Zone 1 is dus ruimte 1. Indien een thermostaat gekoppeld is aan meerdere zones, wordt dit gezien als één ruimte. De ruimtes kunnen naderhand via het installatiemenu onder creëer huis worden benoemd.